jij raadt mijn hondjes kaart. Ik stop weer heel even totdat ze weer beginnen. Thank you.
wel. Dan laat ik op mijn camera staan. In het weekend zet ik alles over op mijn computer. En dan moet ik dat weer in mappen zetten en de naam geven. En dan maak ik iedere dag een vlog in elkaar. Zo werk ik erbij. Althans, ik, omdat, ja, ik heb meer te doen dan ik. Ja, en nu maak je een uitzondering. Ja, voor jou. En wanneer staat hij er nou onder? Weet ik wel uit mijn hoofd. Vanavond. Nee, dat lukt me niet. Morgen. Morgen lukt het wel. Oké, we gaan een auto even doen. Ik hou om 3:30 op, maar mijn telefoon heeft input nodig en ik moet nodig naar de wc. Dat misschien dat we na 3:30 met de hondjes even hier kunnen kijken hoe ver ze zijn beland. En dan film ik het alsnog even en dan komt het allemaal wel weer goed. Dus ik zou zeggen, tot straks thuis. Doei doei! Ja, lieve vrienden, ik denk ik zal eerst even dat doen. Want ik wil zometeen nog wat opzoeken. En dat is een kapper, een kapsalon. Maar ik ga eerst weer naar de paddenstoel van Fram en de Reesman toe. En dat laat ik jullie natuurlijk eerst even weer zien. Maar ik hou hem nou even lekker rustig op die kant. Oh, ja. Naar de stoel. Dan komen. Zo, even de straat op. Gaat wat makkelijker. Nou, voilà. In alle rust nu. Geen herrie nu. Ik moet even over deze keitjes heen. Dat is rommel. Ja, ik blijf het zo erg vinden. Blijft het erg vinden. Maar ja, zover zijn ze gekomen. En ze hebben tot vrijdag. Maar ik denk dat dat zomaar tegen de vlakken ligt. Als dat morgen om 8:00 weer begint. Nou, dan denk ik zomaar dat ze morgen wel een heel eind al op zullen schieten. Lijkt me verdorie een bombardement, man. Als je het zo bekijkt onder die kranen. Jeetje, Maria. Eventjes eromheen rijden, toch? Ik moet wel even uitkijken waar ik rij. Ik moet even meerdere dingen tegelijk doen. Hoppie. En die ligt nou ook in rusten. Die kraan die spatscherm, laat maar zeggen, vasthield, die is er niet. Hé. Hey. Ik blijf het zonde vinden, of niet dan? Nee hoor. Nee, ja hoor, het is een stukje nostalgie. Ja, ik heb er gewerkt. Dat klein nog kind was, ja. Nou, die man vond het dus niet erg. Nou ja, dat is dan ook geen echte jutter. In mijn ogen. Maar ik blijf het erg vinden. Zo,
op afstand even. Ik kan toch wel zien dat... erg. Erg, hè? Ja, vind je erg? Ja, ik wel. Nou, als je jeugdsentiment in, maar ik vond wel een mooie kleur. Appartement, heb ik gehoord. Ja, vind ik ook, meneer. Ik vind het erg, hoor. Ja. Dit is echt heel jammer. Ja. Ja, vind ik ook. Maar ja, wat doen we eraan? Twee keer dik. Nee. En lopen. Met een hartstikke mini kamertje. Ja, dit is het wel. Ja. Ja, lieve schat. Wou jij ook op YouTube komen? Nou, dat mag. Ja hoor, dat mag. Jij mag op YouTube komen hoor. Jij ruikt mijn hondjes, hè? Ja. Jij ruikt mijn hondjes, schat. Ja, nou, ben jij ook een YouTuber? Ja. Hé? Ja, want dit komt allemaal op YouTube te staan. Ik vind het jammer. Ja, ik ook. Ja. Ik heb er nog gewerkt vroeger. Ik woonde nog thuis, toen heb ik daar gewerkt. Ja. Eerst zit hij daar achter de in de keuken en later achter het buffet. Ik heb er met mijn vriendin in gezeten. Ja. Ja. Maar ja, wat doen we eraan? Twee keer niks. Nee. Nou, lieve vrienden, ik ga die kapper even opzoeken die helaas van ons heen is gegaan. Ik weet niet waar die zat. Robert-Jan. Ja, Robert-Jan. Die zit hier ergens in de Beatrixstraat, maar ik weet niet waar. Even terug. Die kant op. Ja. Oké, okay. Nou, dan gaan we die kant op. We moeten die kant op. Nou, dan gaan we dat zo meteen doen. Ja, nee. Ik kan precies hetzelfde. Ja, ik moet toch eerst omdraaien. Ja, dat maakt niet uit. Hup. Ja, want ik ben een vlogster, hè? Komt op YouTube. Was een eerste kapper. Kom op YouTube. Ja, vroeger was het meest kapper. Ja. Toen werkte hij nog voor weet ik veel. Voor wat. Nou ja, ik weet niet of ik het morgen red hoor, om 8 uur hier al te zijn. Ik dacht dat niet. Ja, die gaan om 8 uur. Ik weet niet hoe laat ze beginnen. Rond 8 uur. Oh, hier ook. Oh ja, kijk, er ligt nou nog weer maar één bosje. Ja. Oh. En de rest staat daar. Ja, dat staat nou binnen. Kijk, is het een wilde. Mag ik even bij wifi? Ja, want ze waren gewoon open, hè? Ja. Kijk eens, mensen liefhebben. Wat een bloemenzee. Nou mag hij rusten in vrede en in de hemel. Nou is hij wel ook bij mijn mannetje. Ik hoop het wel. Mijn mannetje is ook al boven. Ja, ja. Maar ik hoorde dat hij 's morgens nog in de kapsalon stond en zo was hij weg. Ik ja. Weet niet. Wie weet het wel? Ik weet het niet. Maar je... Nou ja. Wat verder rijdt. Ja. Met de auto op. Ja, die is ook mooi. Ja. Op de foto. Nee, ik film. Ja, dat is een neus. Maar ja. Hier?
Ik heb het nou gezien. Ik dank u vriendelijk. En dan ga ik ook weer naar mijn hondje toe. Ik moet even zien, ze vond het, weet je. Ja. Ja, dat was nog bij reuze of zoiets, weet ik veel wat in heel de helder. Ja. Want hij woonde in Julianendorp. Ja, nee, maar dat is veel later, weet je. Ja. Maar het was gewoon een toffe beer. Ja. Ja. Ik weet het van de verhalen. Ja. Dus. Maar ja, ik zou zeggen fijne avond. Meer kan je er ook niet niet van maken, zeg maar. Nou, lieve vrienden, ik sluit weer af. Dan race ik weer naar mijn huisje toe, naar Elwing en Rijka en naar Kandal. Ja. Tot later. Mijn hond.